Goedemorgen! Wat super gezellig dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is weekend en wij zijn heerlijk wakker geworden in Denenkamp. Een heel stuk uit de richting. We hebben er ook echt lang over gereden gisteren. 3 uur hebben we erover gedaan. En toen ik mijn navigatie intypte en ik zag dat het 3 uur was, dacht ik wel even... Dit had ik beter voor moeten bereiden. Ik zag echt een superleuk park hier. We verblijven op het Papillon Resort. En het leek me ook heel erg leuk voor Seb. Maar ja, 3 uur rijden vond ik voor hem wel even een challenge. Aan de andere kant, een goede voorbereiding op het Galameel. Want dan gaan we natuurlijk nog wel langer rijden. Maar dan rijden we wel in de nacht. Nou, hij heeft het echt super goed gedaan. Dennis was uit voorzorg even op de achterbank gaan zitten. Maar... ja, hij heeft geen enkele gehuild. Hij vond het gewoon gezellig. En ja, ging eigenlijk heel erg goed boven verwachting. En nu zijn we hier op de camping. Het regent nog een beetje deze ochtend. Maar als het goed is, is het de rest van de dag droog. En we verblijven hier een paar dagen. En ik neem jullie mee. Heb je zin in deze vlog? Dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel erg veel kijkplezier. En ik zal nu heel eventjes de beelden van de heenreis nemen. Wij zitten in de auto onderweg naar... een kleine mini-vakantie. Heel erg voldoende. Het is nog een klein stukje rijden. We zijn er bijna, maar het was echt een lange reis, hè Dennis? Drie uur. Dennis op de achterbank, ik achter het stuur, want Dennis mag gewoon rijden met zijn duim. En Seb doet ook echt super goed, hè? Absoluut. Wij zijn net aangekomen bij het Papillon Resort. En dit is onze accommodatie. We zijn nu een beetje aan het settelen. En we zijn heel erg warm ontvangen. Met een leuk knuffeltje van Seb. De mascotte, sowieso stond alles al klaar. Voor Seb, een kinderstoeltje en een bedje, heel erg fijn. Dus dit gaan we lekker even koud zetten en dan kunnen we daarvan gaan genieten. En dan gaan we eventjes kijken wat wij gaan eten. Dennis is al heel erg aan het zoeken wat we hier kunnen bestellen, want het is nu 7:15. Seb ligt op bed en Dennis heeft net frietjes afgehaald. En wij zitten nog heerlijk buiten. We zitten echt bij een superleuk, ja, soort klein speeltuintje en alle... caravans, huizen staan er zo gezellig. Mm. Echt mooi. Er zit ook een barbecue nog. Dus... Gelukkig. Ja. Mm. Super leuk om hier te zijn. Dus we gaan er een leuke kleine mini vakantie van maken. Seb is nog even aan het sturen en wij hebben alvast ons vignet gehaald. Vignet toch? Vignet, voorstel. Voor de zomervakantie. Ja, de bus. Had jij goed gezien? Daar zit hij in de auto. Oh, zo trots. Langs een heel leuk broodwinkeltje. En dit trok mij even, dus ik heb dit gepakt. En Dennis dacht, ja, dan pak ik gewoon even een broodje schnitzel. Lekker. Ziet er lekker uit. Ik loop bij dit leuke winkeltje. We hebben even een rondje gemaakt. We nemen even een tea. Helemaal verrast door Dennis met iets heel erg leuks. Ga ik straks even uitpakken als we weer terug zijn. Nou, ook weer zo'n autootje, maar volgens mij is dit gewoon een echte auto. Oké. Kijk hoe! Mooie auto! Ik ben net even bij de kinderboerderij geweest. Ze hebben hier ook diertjes. Ze vond het superleuk. Kijk, geitjes en paard en... nog meer diertjes. We zijn heel eventjes met Seb in de speeltuin. En dit huisje is nou echt perfect voor hem om in te spelen. Heel veel speeltoestellen zijn natuurlijk nog groot. En hier kan hij zo mooi zelf een trapje op. En daar is een klein glijbaantje aan die kant. Nou, hij heeft helemaal naar zijn zin. Zo lief. Wij zitten bij het restaurant. En ik was net nog even met Seb buiten aan het spelen, maar nu is het tijd om te eten. Seb heeft zijn eten al, frietjes met een frikandel. En wij starten met een heerlijke carpaccio, mijn lievelings. Ik heb ook een appelrol besteld. Het gerecht is er. Seb is al heel goed aan het eten, want je zit bijna Spotty. Het is de mascotte hier. En ik heb een pizza met buffel mozzarella en ham van hier. Cornstarch martini, mijn favoriete, dankjewel Seb. Mijn favoriete cocktail. En dan zit de schnitzel. Smakelijk. Is het lekker? Een hele goede morgen. Wij zijn lekker wakker geworden. In Denenkamp. En het is weer een mooie nieuwe dag. Het is vandaag vaderdag. Dus wij hadden papa vanochtend... Nou, ik wou zeggen, wij hadden papa vanochtend al wakker gemaakt. Maar dat is niet helemaal waar. Dennis was eerder wakker. Zo altijd.
We gaan er vandaag een leuke dag van maken. Ik had op Instagram tips gevraagd voor hier in de buurt. Ik had niet verwacht dat ik ook zoveel volgers had die ook hier wonen. Dus we hebben echt super veel leuke tips doorgestuurd gekregen. En we gaan als allereerst naar een stadje, een plaatsje hier in de buurt. Weet je hoe die heet? Oost. Oost. Ja, ik weet het even niet meer. Nee, Oost. Nou, laten we zo wel even weten. Oké, volgens mij. En daarna gaan we misschien nog naar een autofestival. Met allemaal oldtimers en er is van alles ook te doen voor kinderen. Maar dat begint pas vanaf 12 uur. En normaal gesproken doet Sepp tussen de middag wel zijn slaapje. We gaan gewoon even zien hoe de dag loopt. Sepp wil al naar buiten. Kijk, en zij gingen even gezellig aan het ontbijt. Ik heb lekker een latte macchiato. Laat je iets vallen. En dat is een cappuccino en Sepp heeft een verse jus. Ik heb yoghurt met granola en vers fruit. Een speldbroodje met parmaham. En Sepp zit hier gezellig te spelen. We hebben zijn autootje mee en hij vindt het helemaal leuk om overal overheen te rijden. Dus het is nu nog lekker rustig, dus die kan hier zijn gang gaan. Een beetje naar buiten kijken. Nieuwsgierig dat hij is. Wie heeft hij dat? Ik wil zeggen van jou, maar ik denk van mij. Van ons allebei. We zijn nu bij een dorp hier in de buurt. En hier hebben ze een festival met allemaal auto's en tractors. Dus wij dachten, dat is wel even leuk voor Sepp om te kijken. We zijn nu even lekker een rondje aan het lopen. Nou, Sepp die kijkt zijn ogen uit met al die tractoren. Mijn favoriet. Zo leuk. Ik wilde jullie nog heel eventjes dit laten zien. Zo leuk. Ik had dus van Dennis een heel leuk cadeautje gekregen. Ik hoop dat jullie me horen, want het begint een beetje te regenen. Even uitpakken. Helemaal mooi ingepakt. Heel blij ben ik hiermee. Daar was ik echt al heel lang naar op zoek. Zo leuk. Ik heb dus deze gouden hartjesring. En nu ook een mooi bijpassend armbandje. Dankjewel, schat. Het matcht helemaal leuk met mijn ring. Ik ben hier zo blij mee. Wat vinden jullie ervan? We zijn weer even terug bij het speeltuintje. En Sepp vindt dit speelhuisje zo leuk. Echt schattig. Je gaat de hele tijd op en neer rennen. En Dennis komt er dan zo achterna. Dat lachje, zo lief. Kijk, daar is hij. Hij is de hele tijd aan het wegrennen, maar het begint af en toe te regenen. En dan wil ik hem pakken en dan gaat hij heel hard weg. Gelukkig mogen hier geen auto's komen, dus we kunnen hem wel met een gerust hart... daar laten spelen. Echt een ontdekking. Heeft hij echt helemaal... Heeft hij het helemaal naar zijn zin. En wij zijn lekker aan het barbecuen. We zijn even in een speelgoedwinkel. En ze hebben hier echt zoveel auto's. Sepp wil ze allemaal. En Sepp? En Dennis wil het liefst al zo van die leuke tractors gaan sparen voor Sepp. Maar deze zijn allemaal nog niet geschikt voor onder de 3 jaar, Sepp. Dus we gaan even kijken welke er wel voor zijn leeftijd zijn. Mooi jij, Sepp, allemaal. Nou, wij zijn om. We hebben iets voor Sepp gekocht. Auto. Goedemorgen. We zijn al bezig met de eindschoonmaak. Dee is al bezig met de eindschoonmaak. Ik moet nog beginnen. En ik moet echt lachen. Dan is dat heel zijn spullen. Kijk even hoe georganiseerd en netjes weer. En dit is mijn kamer. En dan is zij. Dat is toch niks nieuws? Mijn kamer met ook Sepp's en spullen wel, hè? Dus als ik nou even zo kon doen en dat het dan netjes was, dat zou top zijn. Nee, we gaan even opruimen. Dit boek ben ik trouwens aan het lezen. Nou, zo interessant. Ik heb hem al bijna uit. Ik ben helemaal obsessed met human design. Kennen jullie het? Laat zeker weten in de comments. Hele goede morgen. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En wij worden hier heel erg wakker met de fluitende vogeltjes.
Ik heb al een paar keer gezegd, ook tegen Dennis. Ik vind dat zo fijn, lekker in de natuur. En Seb kan hier helemaal heerlijk rondlopen, want er mogen hiervoor ook geen auto's komen. Dus ze kunnen hem goed in de gaten houden en kan hij lekker veel ontdekken en bewegen. Hij is echt op ontdekkingstocht. Alles vindt hij interessant. Vandaag gaan we uitchecken. We wilden wel nog heel even wat leuks gaan doen. We hadden als tip gekregen dat je hier in de buurt ook aardbeien kon plukken. Dus het leek ons heel erg leuk om daar eventjes heen te gaan. Dit is dus het huisje waar wij verblijven. Super groot. Zou dus ook eigenlijk met mijn ouders hier verblijven. We hadden dus een grote accommodatie. Maar ja, heel erg fijn. We zijn even lekker een wafel met aardbeien aan het eten. Het regent heel erg, anders kon je hier ook echt heel erg leuk spelen. Kijk ook hoe leuk het er hier binnen uitziet. En ik ging dus net naar de wc. Zelfs op de wc is een aardbeien te vinden. Echt een leuk plekje. Ik was vandaag vroeg uit de veren, want wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Saar en ik gaan iets nieuws beginnen, namelijk mama momenten. Later meer daarover. Ik ben in ieder geval super enthousiast en ik sta vandaag bij Studio Spot. Daar gaan we ons, ga ik al vertellen wat het is. Daar gaan we onze allereerste aflevering. Alles meegenomen. Ik ben ook team catering vandaag. Ik heb voor allerlei eten gezorgd en apparatuur en mijn tas met kleding zit er achterin. Goede voorbereidingen. Hoi, mijn naam is Lieke en ik ben Sarah en dit is Mama Momenten, de podcast. Wow, super. Oh, leuk. Ja, leuk dat je luistert naar onze eerste aflevering. Nou, over aftreden misschien? Ja. Als ik daar nu over terugdenk, dan denk ik echt van, waar maak ik me druk op? Of hier dan weer? De Skoda. Oh, dat valt nog niet op. Heel slim. Oké, momentje. Dat vind ik eigenlijk. Normaal lach ik je uit met ideeën, maar dit vind ik echt een goed idee. Dat is ook echt een goed idee. En ik had al dus wel een idee, daarom stel ik me graag net om terug te gaan naar het moment, omdat er voor mij echt een moment van pure angst was. Is het twee of twee? Ja, dat denk ik niet. Dat is een van hoogte. Deze wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je hopelijk bij de volgende vlog. Doei doei!